komen nog even terug op het nieuws uit Texas. De schietpartij daar zou nog altijd gaande zijn, dat meldt de politie. Zeker één persoon is daarbij om het leven gekomen. Er zijn meldingen van minstens 10 gewonden. Mensen in de regio daar in West-Texas moeten binnenblijven op dit moment. En dit was het late nieuws. Morgen dan is het zondag. Onze eerste uitzending is dan om 6 uur. Online zijn we er uiteraard de hele nacht. Slaap lekker.